zitten waar het niet te druk is, want anders zal de spin snel schrikken. Houd het bakje een beetje scheef, zodat de spin eruit kan lopen. En houd je hand voor de spin. Drijf een beetje je hand op door je hand achter zijn achterste te houden. En laat hem over je handen heen lopen. Laat iemand je helpen. En duw steeds met je hand plat achter zijn achterpootjes. Wanneer de spin zich bedreigd zal voelen, gaat hij met zijn voorste poten omhoog staan. Sommige soorten wrijven irriterende haren van hun achterlijf en maken een sissend geluid. Pas als je al deze signalen negeert en de spin naar je toe zal komen, zal de vogelspin bijten. Er komt niet altijd gif uit als de vogelspin bijt. Meestal zal de spin eerder proberen te vluchten in plaats van aan te vallen. Wanneer je de spin weer in het bakje gaat doen, pak je voorzichtig het bakje en houd je hem weer scheef. Duw de spin weer tegen de achterpootjes en doe voorzichtig de deksel op het bakje.